Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft de weg naar het crematieoord Uitkijk te Saramakka volledig gerehabiliteerd. De weg is gisteren opgeleverd en overgedragen aan de Stichting Nationaal Uitvaartorden Suriname. Hoewel het crematieoord sinds 2016 was opgeleverd, werd er weinig gebruik van gemaakt vanwege de haast onbegaanbare weg. In 4 jaren tijd zijn er slechts 24 lijken gecremeerd. Shabir Ishaq van de Stichting Nationaal Uitvaartorden Suriname wil ook een begraafplaats in dit gebied. Nou kijk, hier is dus het crematieoord zelf. Hè? Je ziet een oude heb ik hier gebouwd. Achterin kunnen er 2000 auto's parkeren. Hier is dit platform waar 4 lijken tegelijk kunnen gecremeerd worden. Daar is de steiger. Traditiegetrouw, wanneer iemand gecremeerd wordt, dan wordt die as gegooid in de rivier. Daar heb ik die steiger aangelegd. Er is een boot daar, dus je zit in die boot, je gaat binnen in de rivier, je gooit je as, je gaat naar huis. Dus binnen een uur mag je alles hier doen. Je hoeft niet te vrezen. Wat overkant is, hier is de Yarikawa Creek. Hè? We hebben vanaf de scholenbanken geleerd, Yarikawa Creek. En Yarikawa Creek is vlak hier, deze creek die loopt. Hè? En we moeten dan die overkant. Overkant heb ik nog 5 hectare. En daar gaat dus een begraafplaats komen, een nationaal begraafplaats voor elk iedereen. Onze Japanse broeders, onze christelijke broeders, onze Hindustanen, de moslims. En de rest van het terrein gaan we inrichten als wandelpark. Directeur Santosh Soman van het ministerie van OWT&C geeft aan hoeveel werk is verricht om de weg begaanbaar te maken. Wat hield de werkzaam in van die de heer Amman en zijn bedrijf heeft uitgevoerd? De werkzaamheden hielden in om een cunet te maken en de bermen op te werpen. Er is iets meer dan 11.000 kub aan klinkzand verwerkt en verdicht. En er is circa 2500 kub aan beeskoolsmateriaal verwerkt op de weg. Als u uitgaat van dat een truck van zeg maar 10 kub bakinhoud 10.000 kub moet verrijden, dan kunt u al nagaan hoeveel trucks gereden moeten hebben op de weg om uiteindelijk het materiaal te vervoeren, te transporteren. Santosh Soman, directeur van OWT&C, gisteren bij de oplevering van de gerehabiliteerde weg, die leidt naar het crematieoord Uitkijk te Saramakka.